Je hebt net gehoord dat je over 10 minuten toch een update moet geven over jullie project. Of een collega is ziek en nu moet jij jullie presentatie doen. Je hebt maar een korte voorbereidingstijd. Hoe kun je toch zo krachtig mogelijk overkomen? Hoe pak je het aan? In 5 stappen kun jij je zo goed mogelijk voorbereiden. De eerste stap is, zoek een rustige plek en zorg dat je pen en papier hebt. Of natuurlijk je mobiel waarin je aantekeningen kunt maken. Stap 2. Bedenk wat het belangrijkste is dat jouw publiek na de presentatie moet weten. Dit is je kernboodschap en schrijf deze ook op. Stap 3. Bedenk een goede structuur voor je verhaal. Dat kan zijn een verhaal in chronologische volgorde of bijvoorbeeld in delen. Probleem, oplossing, resultaat of onderwerp A, B en C. Dus zorg voor een logische structuur. Stap 4. Bedenk een aansprekende opening en afsluiting. En stap 5. Haal rustig adem. Bedenk je dat je collega's blij zijn dat jij de presentatie kunt verzorgen? En vaak weten ze ook wel dat je een korte voorbereidingstijd gehad hebt en dat je toch onverwachts moet presenteren. Hoe vaker je deze presentatie-uitdagingen aangaat, hoe makkelijker het zal gaan en hoe leuker je het zal gaan vinden. Heel veel succes! Vergeet niet deze video te liken en abonneer je op ons kanaal voor meer video's over pitchen, presenteren, onderhandelen, vergaderen en effectieve communicatie.